Mocht u denken, opnieuw een reeks over de Eerste Wereldoorlog, dat wordt meer van hetzelfde, dan denkt u verkeerd. Deze reeks wordt anders. Ik denk dat er twee redenen zijn. Eén is, onze regio staat er eigenlijk voor bekend dat er niks zou gebeurd zijn. En dat is niet waar. De meeste van die verhalen zijn niet de grote klassieke verhalen van veldslagen, maar er is hier wel degelijk vrij veel gebeurd dat interessant is om te weten of om te vertellen. De tweede reden is dat we het een beetje anders aangepakt hebben dan veel reeksen die je tegenwoordig op de media kan volgen. We proberen het enerzijds toch interessant te houden door de feiten aan te brengen, maar anderzijds proberen we het ook een beetje anekdotisch te brengen, zodanig dat La Petite Histoire er een beetje in zit en dat het ook wat makkelijker verteerbaar is. Niet alleen markante figuren komen aan bod. In bepaalde afleveringen staan thema's centraal, zoals het ramptoerisme in de Eerste Wereldoorlog. In september, oktober 1914 kwamen er mensen vanuit Brussel vooral eens komen kijken in Houten en Peutie en Eppingem en Vilvoorde, dat ze dachten dat er van alles gebeurd was. Karel van der Woestijnen, de schrijver, heeft daar schitterend over geschreven. De eerste aflevering van In Bange Tijden schetst een globaal beeld van de grote oorlog in onze regio. De eerste aflevering is een beetje een proloog waarin we proberen te schetsen wat hier precies in de provincie en dan meer bepaald in onze regio gebeurd is aan krijgsverrichtingen, omdat het toch niet onbelangrijk is om een aantal dingen te snappen die later aan bod komen in de reeks. Ook interessant voor de mensen om dan toch eens te weten waarom er bijvoorbeeld in Eppingem hard en zwaar is gevochten geweest en in Goik of Galmade niet. Afspraak dus morgen voor de start van In Bange Tijden, de grote oorlog tussen Zenne en Dender. Want met deze reeks krijgt u een nieuwe kijk op de grote oorlog en tegelijk op uw regio.